Hallo iedereen, welkom bij Trash Talk. Ik ben Brian en vandaag gaan we beginnen aan een nieuwe serie van vragen. Deze serie is genaamd Welke vooroordelen heb je over puntje, puntje, puntje? In deze serie gaan we praten over vooroordelen, welke vooroordelen mensen hebben, waarom ze ze hebben, of ze relevant zijn en of ze zorgen dat mensen op een bepaalde manier kijken naar een groep mensen. We gaan praten over een speciale groep mensen. Die groep mensen waarbij wanneer je ze ziet, je hart sneller begint te slaan. Je weet niet of je van hun haat of je ze haat. Wanneer ze passeren, ben je zo'n klein beetje te stressen. Ja jongens, we gaan het hebben over de politie. Een mopje, we praten over vrouwen. By the way, we zijn hier in Gent. Universiteit, geen hogeschool, bitches. Welke vooroordelen heb je zelf of ken je over vrouwen? Alleen maar. Opletten wat hij zegt en niet haar. Nee, je moet niet opletten met haar zicht. Dat ze zwakker zijn. Ja, sommige vrouwen kunnen rap een slet worden genoemd of zo. Ja, dus bijvoorbeeld, stel er loopt een meisje rond in de aula bij ons. Mm-hmm. En ze heeft een crop top aan, blote buik. Dan gaan er wel snel vooroordelen rond. Die altijd cryptisch boodschappen geven. Ze zijn nooit duidelijk. Ze zijn onduidelijk. Ja. Okay. Soms zeggen ze dat ze minder intelligent zijn, maar daar ben ik het niet mee eens. Maar... Zelf, dat ze wel iets gevoeliger zijn dan mannen. Mm-hmm. Iets meer hun emoties steunen. Okay. Vrouwen kunnen niet rijden. Oké. Okay. Dat ken ik, hè, maar ik vind dat niet. Okay. Soms zeggen ze dat ze, hoe zeg je dat, naïef zijn. Mm-hmm. Wat ken ik nog? Ja, het zijn er veel, hè. Meestal over mensen, allee, meisjes dan, die zo 14 jair zijn, die daar zo staan, met zo'n air, met chacos zo naar iedereen scheef te kijken, terwijl dat ze 14 jair zijn. Die high-class bitches. Allee, zo'n vooroordeel heb ik. Ja, misschien zijn dat mega lieve meisjes, maar ik denk dan van niet. Dus wat denk je dan precies van hun? Ja, bitches zijn, ja. Dus... Allee, mag dat gezegd worden? Ja, mag ja, okay. Dus je vooroordeel over vrouwen is dat sommige vrouwen bitches zijn? Ja, sommige. Ik zeg niet allemaal, hè, sommige. Ja, tuurlijk. Dat ze... dat ze sneller zat worden, maar ik weet niet wat dat een vooroordeel is. Bon. Vrouwen die moeten koken of moeten het huishouden doen. Of gewoon alle huishoudelijke dingen doen. Ik heb zo altijd het voordeel dat meisjes zo denken van hunzelf. Dat ze weten dat ze mooi zijn, maar ze zeggen dat ze zo lelijk zijn en dat ze depressief zijn en zo. Dat is zoiets dat waarschijnlijk fout is, maar dat denk ik over vrouwen. Ah, dat ze minder goed zijn in wiskunde. Ben je goed in wiskunde? Nee. Vrouwen kunnen beter omgaan met kinderen. Hmm. Ik heb het gevoel dat die meer zo stress hebben over dingen die eigenlijk echt niet belangrijk zijn. Zo minder relativeren. Oké, minder. Heel emotioneel heb ik wel. Emotioneel? Ja. Ze kunnen rapper een probleem maken van iets, denk ik. Okay. Ik denk vooral dat er nog het vooroordeel zijn dat vrouwen veel moeten thuisblijven. Als ze bijvoorbeeld kinderen hebben en dat ze daardoor minder snel op de carrière ladder raken. Ook op vlak van sport of zo zijn ze minder goed. En ik sta er allemaal niet achter, sowieso. Merk je dat ook? Of is dat een vooroordeel, maar dat in je leven niet... Het is juist uit mijn leven. Van die meisjes, dat jij staat hier, dat meisje staat daar, staat dan zo naar u te kijken. Zo, dan denk ik zoiets van, hou je bek. Dat denk ik dan. Hou je bek. Is dat ook zoiets dat je gewoon ziet of dat je zelf ook vaak meemaakt? Ja, dat is dat ik gewoon zie rond mij, maar het is niet dat dat zo een vooroordeel is dat ik dat direct van iedereen zomaar aanneem ofzo. Ja. En waarom denk je dat ze dat dan doen? Dat ze zeggen dat ze lelijk zijn of depressief, zoals je zegt? Ik weet niet dat vind ik slecht om aandacht te trekken ofzo. Soms merk je wel dat bij gasten dat er iets minder over gepraat wordt, misschien, dan bij vrouwen. Ja. En dan, soms kunnen we wel goede gesprekken hebben met meisjes, ja. Omdat die daar misschien iets opener over zijn. Dus als ik mag recapituleren, wauw. Zonder te willen stoken, meisjes zijn aandachtzoeken. Hoe komt het, denk je, dat vrouwen zich snel dingen aantrekken?
Denk je dat er speciale reden voor is? Dat ik gewoon meer gewend bij gasten het gevoel om als er ergens een probleem is of zo, om dat rapper van je af te zetten. Ik weet ook niet waarom. Maar denk je dat dat. Al deze vooroordelen hoor, zijn ze altijd inferieur aan mannen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ze zijn zwakker, ze zijn minder intelligent als ze zijn. Welke sneller zat is misschien niet. Moet niet. Maar het, zijn altijd, het is altijd. Ga ze ervoor stappen, ik zweer het als ze ervoor stapt. Wanneer is een meisje een slut? Als ze om de 10 minuten iemand bendraait of zo. Ik ken wel niemand die om de 10 minuten echt iemand binnen. Als je in Overpoort constant op zoek is naar aandacht en de hele tijd jongens wel binnendraaien of zo. Mm-hmm. Maar wat vind je daarvan dat als een jongen dat doet, dat, dan is hij een pimp? Ja, ik weet niet. Ja, als jongens dat doen, ja, dat zijn jongens, hé, dat denkt niet meer in de hoofd. Dus al deze vooroordelen, maar alle klinken zo super negatief alsof de vrouw zwakker is als de man. Wat vind je daarvan eigenlijk? Ja, ik vind dat heel jammer, want dat is altijd al zo geweest en dat gaat jammer genoeg denk ik niet direct veranderen. Afhankelijk van de kledingstijl, wanneer een meisje zich iets te bloot kleedt, heb je sneller wel gedacht van ja, dat meisje zal wel zo en zo zijn. Boah, ja, je had toch wel sneller een mening gevormd over hoe een persoon is aan de hand van kledij. Denk je dat dat iets biologisch is? Allee, zoiets in de hersenen, biologisch is? Of denk je dat maatschappelijk bepaald is dat mannen sneller zijn van je man wel koei? Ja, zoiets. Ja, ik weet dat eigenlijk echt niet. Maar dat lijkt mij eerder iets maatschappelijk van gewoon onder elkaar, met wie dat omgaat altijd. Maar Dat kan wel iets maatschappelijk zijn. Dat eigenlijk in de andere richting, gewoon als men meer wordt verwacht, dat je je shit maar oplost. Ja, dat is wel waar. It's your problem. Dat er als vrouw meer van u verwacht wordt dat je dat met anderen bespreekt. Mm-hmm. Gewoon, dat je dat overal ziet gebeuren. Mm-hmm. Dat je daarom ook zo meer invloed krijgt om dat te doen. Worden verwacht dat je het bij jezelf uit en het wel zelf oplost. Ja. En als het echt een probleem is dat je het niet zelf gaat kunnen, dan vraag je wel hulp. Maar... Okay. Ik denk dat het vooral. Allee, ik denk dat het de vrouw is van de fout is van de vrouwen, eigenlijk gezegd. Ik denk dat dat ook iets is, vooral omdat je zo, als je kijkt naar sociale media en zo, dat je allemaal zo Kim Kardashian types en zo ziet. Vrouwen die reusachtige borsten en reusachtige kont hebben. En dan, dat meisjes daar dan naar kijken en dan denken van, oh shit, ik ben eigenlijk totaal niet. Ja, dat is veel beter dan ik of zo. En dat je daar dan zo onzeker wordt en daarmee dat dat zo. Dus ik denk niet dat dat de fout is of zo van de meisjes. Dus daarmee denk ik. Ik denk niet dat dat ook puur is om aandacht te zoeken, maar dat is ook gewoon doordat de media zo. Alles fout zo portretteert en zo. Al die vooroordeel dat je hebt opgenoemd, je hebt er een heleboel opgenoemd. Ja. Welk invloed heeft dat denk je op de maatschappij? Op, zorgt het dat mensen anders kijken naar vrouwen? Of dat vrouwen zich anders gedragen? Ja, ik denk dat wel. Bijvoorbeeld als ik als vrouwen willen uitgaan, gaat de mama bijvoorbeeld sneller zeggen, maar kom maar vroeg naar huis, want je bent wel zwakker en je kunt je niet verdedigen. Dat is ook uit bescherming en goed bedoeld, maar dat zorgt er wel voor dat meisjes minder snel dingen doen of minder snel het initiatief nemen. Die vooroordelen, heeft dat een impact op u? Ga je dan minder te bloot kleden omdat je schrik hebt dat dus sowieso. Het heeft echt een invloed op u. Denk je dat dat bij de meeste meisjes ook zo is? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb veel dat ik dan uitga met mijn vriendinnen en dat we dan heel lang nadenken over wat we gaan aandoen. Want te kort, te bloot, dat is sowieso, dat vermijden we dan meestal voor commentaar, om niet lastiggevallen te worden. En hoe komt dat eigenlijk, denk je dat, want uiteindelijk, als ik uitga, dat zijn dingen waar ik totaal niet aan denk, dat ik probeer gewoon wat fris te zijn. Maar meisjes zich anders gedraaien omdat ze schrik hebben om een bitch genoemd te worden, of niet? Ja. Ik zou me niet anders gedragen omdat ik schrik heb om bitch genoemd te worden. Want ja, mensen denken maar wat ze willen. Ik weet wie dat ik ben, maar ik weet niet hoe de andere meisjes daarover denken. Wel, ik denk dat als je te bloot gekleed bent, dat je inderdaad de indruk geeft ten opzichte van mannen dat je meer gewillig bent. Ja, terwijl dat nu niet per se de boodschap is, maar dat zij dat daaruit afleiden. En wat is je mening daarover? Want uiteindelijk, zoals gezegd, is een beetje fucked up dat
puur omdat mannen op een bepaalde manier kijken naar vrouwen, dat je daarop moet aanpassen en niet omgekeerd. Snap je? Ik vind inderdaad dat dat niet zou moeten zijn. Maar toch ga ik er zelf ook wel aan meedoen. Ook om de reden dat ik niet wil lastiggevallen worden. Ik moet wel zeggen, als ik dus dan zelf uitga met een korte rok, dat ik dan ook wel meer... Dan met een broek, ja. Denk je dan dat deze double standard een groot impact heeft op meisjes of totaal niet? Ik denk dat het ervan afhangt welk soort meisje dat je bent. Als je onzeker bent, ga je daar enorm veel mee inzetten. Mm-hmm. Maar als je iemand bent met een groot gedacht van jezelf, dan ga je daar niet achter kijken en ga je gewoon doen wat je wilt. Deze vooroordelen, zorgt dat denk ik voor discriminatie op een grotere vlak? Ik denk sowieso dat kinderen die beïnvloed worden door hun ouders, wel dat die zien dat hun moeder die rol krijgt van de huishoudelijke taken te doen. En die vader die dan gaat werken, die gaan zelf ook later meer met die vooroordelen zitten. En bijvoorbeeld iemand die later dan zijn eigen gezin heeft, die gaat dat waarschijnlijk ook dan toepassen op zijn gezin. En dat is wel gevaarlijk. En als je dan gezinnen hebt waar dat de ouders juist, zoals bij mij, de moeder een hele goede job heeft. En dan zie je ook van dat die mensen veel opener gaan zijn tegenover vrouwen. En die gaan zien van vrouwen die zijn ook gewoon zoals mannen. Gewoon, die kunnen ook carrière maken en zo. Dus als je zei, vooroordeel dat vrouwen meer thuis moeten blijven. Denk je dat dat dus zorgt voor meer discriminatie op maatschappelijke vlak? Dat, zoals je zegt, op de werkvloer bijvoorbeeld? Ja, het is gewoon een feit dat vrouwen minder verdienen dan mannen in vele sectoren. Dus ja, ik denk dat het er dus wel degelijk is. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld zwanger bent en gaat solliciteren en er zit een man naast je met dezelfde cv'tje, mm-hmm. dan denk ik wel dat de man meer kans maakt dan de vrouw. Mm-hmm. Dat is jammer. Die vooroordelen nu op een grotere schaal in de maatschappij, denk je dat dat kan zorgen voor discriminatie? Dus je vooroordeel dat je nu hebt dat vrouwen wat emotioneler zijn, dus dat bijvoorbeeld een job waar ze rationeler moeten zijn, dat ze minder snel worden aangenomen? Ja, ik denk wel dat dat kan. Als er een volledige groep van mannen moet beslissen of een vrouw een positie krijgt, denk ik wel dat dat een rol kan zijn. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Wat is uw mening daarover? Ja, dat is moeilijk, hè, want... Dat niet mag, hè? Maar ja, inderdaad, dat zou niet mogen, maar ja. Je zit er ook nooit bij als dat beslist wordt of als er over gepraat wordt. Dus, ja. Vind je dat het beeld dat we hebben van vrouwen positief aan het evolueren is, of is er nog heel veel werk te doen? Ik denk dat het positief aan het evolueren is voor sommige mensen, maar ik denk dat zo'n bewegingen voor andere mensen dan weer het omgekeerde effect heeft. Dan een hashtag MeToo-beweging, dat andere mensen dan zeggen van, zijn ze dat weer, die zagen, meer conservatievere mensen misschien dan die dat denken, en dat het daar net een de omgekeerde werking heeft. Ik denk dat er al een goede evolutie is, er zijn goede rechten, maar ik denk dat er bij veel mensen nog achterblijft, dat, dat het dan nog veel te weinig is, maar dat wel de juiste richting moet gaan. Waarom vind je dat er een goede evolutie is? Omdat er toch al veel meer aandacht voor is, sowieso van de media uit. Ook denk binnen de universiteiten wordt er ook in de lessen al zoveel meer aandacht gegeven aan het feit dat er gelijkheid zou moeten zijn. Maar op veel vlakken is dat sowieso nog niet gerealiseerd. Ik denk wel dat er zeker nog werk is, maar als je kijkt in de politiek beginnen steeds meer vrouwen ook mee te regeren. Mm-hmm. En dat is zeker iets heel belangrijks. Wat wel gevaarlijk is dat er bijvoorbeeld heel geforceerd wordt opgelegd dat er meer vrouwen moeten in de politiek zitten. En daardoor worden vrouwen die echt goed zijn minder serieus genomen. Omdat je dan eigenlijk een beetje verplicht wordt om vrouwen ook in de politiek te zien. Ja, dus dan praat je over die positieve discriminatie. Ja. Wanneer is dan positieve discriminatie dan wel goed? Ik ken niet veel mensen op de lijsten in mijn gemeente. Maar ik ga wel ook sneller, als ik voor een persoon kies, op een vrouw stemmen. Ah. Omdat ik denk van, dat kan wel helpen als er gewoon meer vrouwen zijn. Dan heb je meer verschillende oogpunten ook. Want een vrouw denkt sowieso een beetje anders dan een man. En zo heb je dat ook met verschillende nationaliteiten. De mensen denken anders, omdat die ook anders opgevoed worden. En
daarom vind ik dat wel belangrijk, dat je heel veel diversiteit hebt in een gemeenteraad. Ja, dat is iets dat nog vandaag is aangehaald geweest, die positieve discriminatie dan. Denk je dat dat voordelig kan zijn, of moeten we daar toch een beetje mee oppassen? Ik denk dat het een middel is, maar allee, om te zorgen dat mensen hun mindset gaan veranderen. Mm-hmm. Maar eens dat dat veranderd is, moet het wel terug weg, vind ik. Cool. Bijvoorbeeld quota kan nu helpen, maar ik vind niet dat het altijd zo moet zijn. Want ik vind wel dat je moet gaan voor capaciteit en niet gewoon voor een start. Dus voor u is dan meer iets gewoon tijdelijks, gewoon voorlopig voor de mensen en hun manier van denken. Dus positieve discriminatie is, is aan het opkomen. Ja, af en toe toch. Wat vind je daarvan eigenlijk, positieve discriminatie? Vind je dat altijd goed? Soms? Wat is je mening daarover? Niet altijd, maar soms is dat wel nodig, maar niet altijd, omdat soms heb je dan inderdaad, als je bijvoorbeeld quota moet halen, ga je toch sneller iemand kiezen, bijvoorbeeld een vrouw, terwijl die misschien inderdaad op dat vlak echt minder capaciteiten heeft, maar ze zeggen nee, het moet een vrouw zijn, want we moeten onze quota halen. En dan is dat wel jammer, omdat misschien een man beter in die positie zou staan, of omgekeerd ook. Hè. Ja. Dus wanneer zou het dan wel goed zijn? Als ze dezelfde capaciteiten hebben, zou ik kiezen voor misschien 50-50 proberen. Mm-hmm. En als er echt duidelijk iemand uitspringt qua capaciteit, sowieso kiezen voor degene met de meeste capaciteit. Als ik dat zelf zou moeten doen persoonlijk, zou ik wel echt gewoon heel objectief afwegen, gewoon wie heeft de beste kwaliteit. Dan zou ik niet denken van, ah, die vrouw kan misschien emotioneel zijn, dus die ga ik niet aan doen. Zwaar, we zijn mannen, dus we denken rationeel. Zwaar? Ja, ja, we zijn een team in het gezicht. Wij mannen zijn rationeel, vrouwen niet. En Tim en Citroen en Honing zeggen de shit.